Welkom bij deze eerste module van de e-learning cursus voor veiligheid bij Infrabel. In deze module zullen we ingaan op de volgende onderwerpen. Wat weet je al over de specifieke veiligheidssignalisatie die Infrabel gebruikt? Duid alle specifieke veiligheidssignalisatie aan op de tekening. En klik op indienen. Veiligheidssignalisatie dient om snel en duidelijk de aandacht te vestigen op gevaarlijke situaties. Of om een boodschap over te brengen. Net als bij het wegverkeer duiden speciale borden, kleuren of stroken aan voor welk gevaar men moet opletten. Klik op de veiligheidssignalisatie om meer te weten te komen. In de omgeving van tractieonderstations en sectioneerposten zijn spoorstaven rood geverfd en zijn ze voorzien van een waarschuwingsplaat. Op dienstwegen is er signalisatie aangebracht in de vorm van witte of gele lijnen op de boord van de dienstwegen. Voor gematerialiseerde afbakening van de gevarenzone wordt een werfveiligheidsnet gebruikt als signalisatie. In tunnels worden witte lijnen in visgraadvorm aangebracht om nissen aan te duiden. Deze nissen worden gebruikt om jezelf in veiligheid te brengen als treinen voorbijrijden. Het bord Algemeen Gevaar betekent dat de dienstweg in de gevarenzone komt. Loop nooit in die zone als een trein nadert en zorg ervoor dat je de zone onmiddellijk kan verlaten als er plots toch een trein zou opduiken. Op de volgende schermen bekijken we de aanwezige signalisatie op dienstovergangen. Op sommige overwegen komt andere signalisatie voor dan op andere. Let altijd op de signalisatie, omdat ze informatie geeft over het aankomende treinverkeer. Tijdens deze module spreken we enkel over de signalisatie ter hoogte van de overgang. Op dienstovergangen kan je verschillende signalisatie tegenkomen. Klik op de nummers in de slideshow om meer te weten te komen over de aanwezige signalisatie. Een witte plaat met een rode gebroken pijl hangt aan de hoogspanningskabels boven de dienstoverweg om aan te geven dat men een geëlektrificeerde spoorlijn oversteekt. Een lichtaanduider geeft aan wanneer het veilig is om de sporen over te steken. Verkeersbord A45 of A47 geeft aan of er één of meerdere sporen aanwezig zijn. Dit verkeersbord noemen we ook het Sint-Andrieskruis. Verkeerslichten met of zonder een maanwit knipperlicht geven aan wanneer je de sporen mag oversteken en wanneer niet. Slagbomen geven aan wanneer je de spoor mag oversteken en wanneer niet. Het geluidssignaal dat hoorbaar is, geeft aan dat je sporen niet mag oversteken. De spoorwegovergang op hoge snelheidslijnen is een speciale dienstovergang. Hier wordt speciale signalisatie gebruikt om de oversteek veilig te laten verlopen. Laten we eens kijken of je het voorgaande deel in de praktijk kan omzetten. Duid op volgende foto de signalisatie aan. Je bent aan het einde gekomen van deze module. Laten we nog even samenvatten wat we geleerd hebben. Veiligheidssignalisatie dient om snel en duidelijk de aandacht te vestigen op gevaarlijke situaties, of om een boodschap over te brengen. Net als bij het wegverkeer duiden speciale borden, kleuren of stroken aan voor welk gevaar men moet opletten. Verschillende vormen van signalisatie geven informatie over aankomend treinverkeer.